cocktails zonder alcohol, de zogenaamde mocktails. Ze zijn superpopulair geworden en dus laat barvrouw Hanna van Ongevallen zich helemaal gaan om ons te verleiden met haar alcoholvrije creaties om u tegen te zeggen. En ook nu zeggen we dus cheers. Vandaag maken we de Café Nanas, een hele lekkere mocktail op basis van koffie, ananassap, leukste siroop en limoen. Onze Belgische leukste siroop. En daar gaan we 2 goede lepels van doen. Zo. Doen we in onze blender. Dat is eigenlijk het zoete ingrediënt aan onze cocktail. Heeft een hele lichte, bittere smaak. Dus zal een hele mooie ondersteuning zijn voor de koffie. Dan ananassap. U kunt natuurlijk ook ananassap vers persen, maar het hoeft helemaal niet. U kunt het ook gewoon gaan halen in de winkel. Alhoewel dat het met verse ananas in de zomer toch nog net ietsje lekkerder is. Daar gaan we 10 centiliter van bij doen. En dan ons voorlaatste ingrediënt, limoensap. Vers geperst uiteraard, want dat smaakt toch altijd beter. Daar gaan we 3 centiliter van bij doen. En dit is eigenlijk onze basis voor onze mocktail. Heel simpel, ik vind het ook. Daarom gaan we er toch een kleine twist aan doen. We gaan er nu koffie aan toevoegen. We maken voor deze cocktail een kleine koffie. Als alles goed gaat, is uw koffiemachine ingesteld op 4 centiliter met een espresso. En dat is juist wat we nodig hebben. Dus deze moeten we niet meer afmeten en kunnen we gewoon rechtstreeks in onze blender doen. En dan gaan we daar zeezout bij doen. Zo. Daar gaan we gewoon een klein beetje ijs aan toevoegen, want we willen natuurlijk wel dat onze cocktail op temperatuur is en niet lauw. Perfect. Die is klaar en die gaan we gewoon rechtstreeks van de blender in ons coupettenglas doen. En afwerken doen we nogmaals met een heel klein beetje zout. Perfect, de Café Nanas, gemaakt door Hananas.